In de huidige markt twijfelen veel mensen waarin ze nou echt willen beleggen. Zijn het nou dividend aandelen, groeiaandelen of is het toch een stuk interessant om juist de hele andere kant en bijvoorbeeld naar de crypto kant te gaan? Ik wil in deze video gaan uitleggen wat ik zelf doe en daarom mijn beleggingsstrategie uitleggen voor de aankomende periode en dus mijn beleggingsstrategie in deze markt. Wat ik dus in deze video wil gaan doen is samen met jullie kijken naar de huidige markt waar ik zo op terugkom en aan toelichten waarom ik tot bepaalde keuzes kom. Maar om mijn beleggingsplan goed uit te kunnen leggen en voor jullie goed te kunnen begrijpen, is het natuurlijk essentieel dat jullie snappen wat ik bedoel met de huidige markt. Want iedereen kan wel zeggen: ja, in de huidige markt. Maar wat zijn de kenmerken van deze huidige markt? Dus dat wil ik eerst even duidelijk maken voor ik echt kom tot wat voor acties ik onderneem in deze huidige markt. Om te beginnen met het extra toelichten van de huidige situatie en wat ik dus bedoel met de huidige markt, wil ik een kijkje gaan nemen naar de koersverloop van de Nasdaq Index. Wat we namelijk zien in deze koersverloop is dat vergeleken met 1 à 2 maanden geleden op een stuk lager niveau verhandelden. Waar de Nasdaq een all-time high haalde van boven de 14.000, zo rond 10 à 11 februari, verhandelen op het moment net boven de 13.000 punten, wat natuurlijk een stuk lager is. Maar op het eerste oog is het natuurlijk nog niks geks te noemen. Mensen die langer beleggen, of mensen die gewoon een beetje verstand hebben van beleggen, weten dat schommelingen in de markt nou eenmaal bij beleggingen horen, en zo'n correctie in de markt hoort er nou eenmaal ook bij. Alleen toen ik laatst een video keek van de belegger, ook wel bekend als Rabi Safi, zag ik een heel interessant grafiekje met bedrijven die juist afgeschaft zijn in deze afgelopen periode. Dus pakken we dit grafiekje even bij en kijken we naar deze resultaten, zien we een hoop interessante dingen waar we ook veel van kunnen leren. In dit grafiekje staan bedrijven vermeld die de grootste dalers zijn over de afgelopen periode. Wat is dus wil zeggen dat ze op het moment een stuk lager verhandelen dan de all-time high die ze veel al eerder dit jaar behaald hebben. En kijken we kritisch naar wat voor bedrijven nou precies in het grafiekje staan, zijn het vooral enorm speculatieve en toekomstgerichte bedrijven. Beginnen we bovendien alleen al bovenaan de lijst. Zien we bedrijven staan als Nikola en Helion, die operatief zijn in de EV-sector. En kijken we nog wat verder naar beneden, zien we een hoop andere speculatieve bedrijven in speculatieve sectoren. Zoals bijvoorbeeld Plug Power in de waterstofsector. Of het welbekende Virgin Galactic in de space-tourism sector. In ieder geval, het punt waar ik tot wil komen is dat al deze bedrijven gebaseerd zijn op toekomstige potentie. Maar dat ze op het moment eigenlijk totaal nog geen indrukwekkende cashflows genereren die de huidige waardering rechtvaardigt. Persoonlijk denk ik dat dit komt door de enorme groei in de die we hebben gezien sinds vorig jaar toen de pandemie uitbrak. Wat er namelijk gebeurde is dat door deze correctie in de markt veel nieuwe beleggers de markt zijn betreden. En deze nieuwe beleggers zagen ineens monsterrendementen van 10% per maand, 15% per maand. En stel je had een bedrijf Tesla of een bedrijf Plug Power, en ga zo maar door, was het nog veel meer. Deze nieuwe en jonge beleggers werden hierdoor vaak heel erg optimistisch. En ook werd hun vaak verteld dat ze echt moeten kijken naar de lange termijn. Maar wat ze vaak vergeten bij het kijken naar de lange termijn, is dat ook huidige resultaten van belang zijn. Dus dat er cashflows zijn, winstgevendheid, en ga zo maar door. Veel van deze jonge beleggers hebben naar mijn mening dus echt gekeken naar de toekomst. En begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk zit er in de verre toekomst heel veel potentie in Space Tourism. En zit er heel veel potentie in waterstof als energiebron. Maar wat ze vaak vergeten is dat op het moment en de huidige resultaten ook enorm belangrijk zijn voor het waarderen van een aandeel. We zagen vaak dat deze aandelen PE racers hadden van boven de 500 en 1000. En dat werd op een gegeven moment net wat te veel. Vooral voor deze hedge funds en deze wat ervarende beleggers. die natuurlijk ook met een behoorlijke positie in de markt zitten. Ik denk daarom ook dat deze onzekerheid en een kleine pullback van de markt. ervoor gezorgd hebben dat deze aandelen het hardst geraakt werden. Namelijk deze fragiele aandelen die nog niet zoveel cashflows hebben. En deze onzekerheid die hier omheen hangt, is natuurlijk een stuk groter. Wat ook veelal het geval was, was dat deze aandelen prijs naar perfection waren. Wat deze term eigenlijk wil zeggen, is dat deze aandelen geprijsd waren alsof de toekomst perfect zou verlopen. Dus bijvoorbeeld dat een aandeel als Tesla elk jaar 40 of 50% zou groeien en dat ze geen moeilijkheden tegenkwamen en gaan ze maar door. Maar helaas bestaat een perfecte wereld niet. Maar door het optimisme van de beleggers dachten heel veel mensen dat deze perfecte wereld er wel zou komen met deze futuristische uitvindingen. Wat we juist een beetje gezien hebben door deze pullback van de markt. Is dat deze perfecte wereld niet echt bestaat en dat beleggers toch een beetje begonnen te twijfelen. En hierbij sprong deze volatiliteit en het hoge risico dat aan deze aandelen zonder cashflow gebonden is in en daalde deze aandelen relatief hard, zoals we bijvoorbeeld zagen in het tabelletje eerder in deze video. Dus om even kort op te sommen wat ik met de huidige markt bedoel, is het een markt waarop we een stuk lager niveau verhandelen dan bijvoorbeeld 1 à 2 maanden geleden, althans wat betreft een hoop van deze groei- en tech-aandelen. En dat dit vooral komt door de enorme daling in bedrijven die nog niet zoveel cash flow genereren en vooral op de toekomst gericht zijn. En dat deze bedrijven price naar perfection waren, was natuurlijk een groot aandeel in deze huidige correctie. In deze zogeheten huidige markt bewegen we veelal horizontaal, wat misschien wat minder interessant is voor de nieuwe beleggers, die over de afgelopen paar maanden juist enorme rendementen zagen, zelfs op maandbasis. Terwijl, als je een beetje gaat kijken naar de markt en wat gaat kijken naar wat er eerder gebeurde, zijn deze rendementen natuurlijk niet normaal. En waren de afgelopen paar maanden, en misschien kunnen we het wel het afgelopen jaar noemen, een behoorlijke uitzondering op wat er normaal zich afspeelt op de beurs. Nu hopelijk een beetje duidelijk is wat ik bedoel met deze huidige markt, kan ik mijn beleggingsstrategie in deze huidige markt wat beter aan jullie uitleggen. En is het voor jullie hopelijk wat makkelijker te begrijpen en dus te interpreteren. Later in de video wil ik gaan kijken naar of ik wil gaan investeren in groeiaandelen, dividend aandelen of juist meer de ETF kant op wil. Maar eerst vind ik het essentieel om te bespreken of ik juist de aandelenkant op wil of meer de cryptocurrency kant. Want op het moment heb ik het idee dat veel mensen en veel van deze beleggers juist geswitcht zijn naar deze cryptocurrency kant. En dat altcoins als bijvoorbeeld een Cardano, VeChain en ga zo maar door steeds meer populariteit winnen onder de beleggers. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, op het moment van opnemen bezit ik letterlijk 0,0 cryptocurrency. Ondanks dat cryptocurrency de afgelopen paar maanden toch echt wel razend populair is geworden. Gelukkig heb ik hier een goede reden voor. Jullie weten namelijk dat ik op het moment nog steeds student ben en dat mijn inkomen dus volledig afhankelijk is van een bijbaantje. Ik verdien dus zo'n 400 tot 600 euro in de maand, afhankelijk van hoeveel ik gewerkt heb. En minimaal 200 euro per maand beleg ik in de aandelenmarkt. En soms natuurlijk wel iets meer als ik bijvoorbeeld een heel interessant aandeel zie tegen een hele interessante prijs. Maar waar ik het voor nu op wil houden is dus het feit dat ik een redelijk beperkt budget heb. En dus moet ik een belangrijke afweging maken in zowel budget als in tijd. Want ik heb natuurlijk ook niet onbeperkte tijd om alleen maar aandelen en cryptocurrency te onderzoeken. Want ik ben namelijk van mening dat wanneer je investeert in een aandeel cryptocurrency. Of noem maar op waarin je investeert, je precies moet weten wat er gaande is binnen zo'n bedrijf of binnen zo'n munt. Je moet dus weten of er veranderingen zijn en dit kost nou eenmaal tijd. En op het moment kies ik simpelweg aandelen boven cryptocurrency. Cryptocurrency is natuurlijk een heel mooi alternatief. En vooral de gedecentraliseerde currencies die gebaseerd zijn op de blockchain zijn heel interessant. En bijvoorbeeld een bitcoin kan zeker in de toekomst gebruikt worden als betaalmiddel. Maar deze cryptocurrencies hebben één ding niet, wat actieve aandelen juist wel hebben. En dat zijn namelijk cashflows. Deze cryptocurrencies zijn vooral gebaseerd op vertrouwen. En het onderlinge vertrouwen, dus dat mensen in de toekomst ze gaan gebruiken als betaalmiddel. Maar dan komen we bij het belangrijke puntje, wat ik juist al even kort vermeldde: ze genereren geen cashflows. En ze presenteren geen actieve gebouwen, werknemers en ga zo maar door. Doordat dit het geval is, blijft er altijd een tandje extra onzekerheid hangen aan deze cryptocurrencies en helemaal aan deze altcoins, als bijvoorbeeld een Cardano of deze heel veel andere altcoins die op het moment gekocht worden door veel van deze jonge beleggers vooral. Met het investeren in bedrijven investeer ik juist in resultaten en naar mijn mening zijn deze resultaten ook iets beter te voorspellen. Je kan namelijk simpelweg gewoon beter voorspellen of een bedrijf als Tesla in de toekomst goed gaat doen, dan dat je gaat voorspellen of Cardano of dat een Ethereum algemeen gebruikt wordt en ga zo maar door. Dat is wat ik eerder al zei, gewoon heel erg afhankelijk kan vertrouwen en is iets meer speculeren naar mijn mening. Daarom kies ik in deze situatie waar ik nog een redelijk beperkt budget heb, er juist voor om te investeren in deze aandelen en dus echt mijn geld te stoppen in bedrijven in plaats van cryptocurrencies. In de toekomst, als ik meer geld heb. Vind ik vind het nog steeds interessant om te investeren in cryptocurrencies, maar dan vooral als een vorm van differentiatie van je portefeuille. Ik vind het niet echt interessant om mijn hele portefeuille, halve portefeuille of noem maar op in te stoppen. Nu snappen jullie hopelijk waarom ik eerst wil gaan kijken naar het verschil tussen aandelen en cryptocurrencies en mijn plan omtrent dit verschil. Nu kunnen we namelijk gaan kijken naar deze aandelen, want die kunnen we weer opsplitsen in twee verschillende dingen, namelijk individuele aandelen en ETF's. Oftewel groepjes van aandelen. En ook voor deze verschillen heb ik een helder plan voor waar ik wil gaan investeren in deze huidige markt. Wat we namelijk weten van de huidige markt is dat we redelijk hoog gewaardeerd zijn. Ondanks deze correctie die we bijvoorbeeld afgelopen weken gezien hebben, zitten we nog steeds op redelijk historische hoogtes wat betreft waarderingen van bekende indexen. Als bijvoorbeeld de SP 500. Die met een PE-ratio van rond de 40 toch echt wel serieus hoog gewaardeerd is. Wat we dus kunnen zeggen als we puur gaan kijken naar de historie, is dat het verwachte rendement voor de aankomende jaren, althans van de algehele markt, net wat lager is dan wanneer de hele markt bijvoorbeeld ondergewaardeerd is. Hier wil ik juist op inspelen door geen ETF's van de hele markt te kopen. Want wat deze ETF's nou specifiek doen, is dat ze de markt volgen. En als wij verwachten dat de markt niet zo'n mooi rendement gaat behalen als bijvoorbeeld de markt in andere tijden, dan denk ik dat het naar mijn mening verstandig is om meer in de individuele aandelenkant te gaan. Of dat je wel in ETF's investeert, maar juist in ETF's investeert die zich focussen op één sector. Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld een ETF die ik in een van mijn recente video's besproken heb, die zich vooral focust op de healthcare sector. En dus alleen bedrijven bezit die actief zijn in deze sector. En zich dus niet zoveel aantrekt van de algehele markt. Natuurlijk is er wel een downside aan deze manier van investeren. Want het investeren in individuele aandelen brengt over het algemeen een hoger risico met zich mee. Dit hoge risico houdt in dat er hogere highs zijn, maar ook lagere lows. Wat natuurlijk redelijk voor zich spreekt. Alleen ik denk beide omdat ik jong ben en dat ik het idee heb dat ik wel redelijk goede bedrijven ertussenuit kan pikken. Dat ik dit risicoprofiel wel kan dragen. Natuurlijk is het balen als ik wat geld verlies. Maar op het moment heb ik het er wel voor over als ik deze hogere returns potentieel kan zien in mijn portefeuille. En daarom kies ik op het moment juist voor individuele aandelen. Of wat ik dus zei, deze sector specifieke ETF's. Ten opzichte van het investeren in ETF's als bijvoorbeeld de VWRL, die zich vooral focussen op de hele markt. Met dit onderscheid hebben we dus al gefocust op alleen individuele aandelen. Alleen in deze individuele aandelen kunnen we nog een verder onderscheid maken, namelijk het onderscheid tussen dividendaandelen, oftewel wat grotere bedrijven, die dus logischerwijs, zoals de naam al zegt een dividend betalen, of juist de andere kant, wat meer de groeiaandelen zijn. Wat vaak de wat jongere, meer technologische bedrijven zijn, die hun potentie in de toekomst echt waar kunnen gaan maken. Wat we afgelopen periode zagen is dat plots heel veel mensen in één keer van deze groeiaandelen switchen naar deze dividendaandelen, omdat deze groeiaandelen ineens niet meer zo hard in koersprijs groeiden. Maar naar mijn mening is dit een beetje een rare transitie. Deze mensen waren voorheen juist wel overtuigd van deze bedrijven en nu ineens, omdat de koersprijs niet zo hard meer groeit, juist wat minder. Ik vond dit vooral raar en blijf juist vasthouden aan mijn visie die ik toen ook al had. Ik denk namelijk dat het investeren in groeiaandelen nog steeds de beste manier is op het moment. Want ook deze dividendaandelen hebben naast deze groeiaandelen gewoon een mooie groei doorgemaakt en zijn net als deze groeiaandelen dus gewoon hoog gewaardeerd. Natuurlijk, als ik een ondergewaardeerd dividendaandeel tegenkom, zal ik hem zeker niet links laten liggen en zal ik hem bijvoorbeeld toevoegen aan mijn portefeuille. Zoals ik bijvoorbeeld met Cisco heb gedaan, zo'n twee maanden geleden. Wat op het moment al een mooi 15% rendement heeft opgeleverd. Maar mijn grote focus is vooral op deze groeiaandelen. En dan vooral op groeiaandelen die al wat gevestigder zijn. Dus niet deze groeiaandelen die we bijvoorbeeld eerder in deze video zagen. In die tabel van de grootste dalers, die vooral speculatief waren op de toekomst gericht. Maar een mooi voorbeeld van groeiaandelen waar ik me vooral op wil focussen. zijn bijvoorbeeld Adobe, die ik op het moment in mijn portefeuille heb. Het is namelijk een groot bedrijf met een beurswaarde van boven de 200 miljard en heeft al enorm sterke cashflows, marges en ga ze maar door. Kortom, gewoon een kwaliteitsbedrijf dat nog steeds enorm groeit. Namelijk met zo'n 18 tot 20% per jaar. Ik wil juist inspelen op deze groei en de toekomstige groei die het bedrijf kan doormaken, want ik denk dat het nog veel harder kan gaan groeien dan dat de markt op het moment inprijst. En dit is mijn manier hoe ik wil gaan investeren voor de aankomende periode. Ik wil dus deze bedrijven ertussen uitpikken en hierin mijn geld stoppen. En natuurlijk, wat ik al zei, zullen er soms uitzonderingen zijn voor dividendaandelen, voor iets speculatievere aandelen. Zoals bijvoorbeeld mijn meest recente aankoop met Ping Identity Corporation. Maar mijn algemene tactiek en dus mijn beleggingsstrategie voor de aankomende periode is dus wat ik zei: gefocust op deze wat gevestigdere groeiaandelen. Met het toepassen van deze beleggingsstrategie hoop ik natuurlijk, net zoals iedereen, het hoogst mogelijke rendement te behalen over mijn portefeuille. Hopelijk is het voor jullie nu duidelijk wat mijn beleggingsstrategie precies inhoudt, en heb ik duidelijk besproken wat deze verschillende afwegingen voor mij betekend hebben in het proces om tot deze strategie te komen. Heb je alsnog vragen? Laat ze zeker achter in de comments onder deze video. Voor nu zijn we weer aan het eind gekomen van deze video. Ik zou jullie nog snel willen vragen: mocht je het interessant vinden en meer willen zien, zeker te abonneren en als je dan toch bezig bent ook een blauw duimpje omhoog achter te laten. En zoals altijd wil ik het natuurlijk weer afsluiten door jullie te bedanken voor het kijken van deze video. En hoop ik jou natuurlijk weer terug te zien bij een volgende video op het kanaal.